Met Keizer. Met Luimers, inspecteur. Ik ben op het bureau. Spijt me dat ik u zo vroeg moet sturen, maar op een woonboot aan de Amsteldijk, even voorbij de Rijksweg naar Utrecht, is een vrouw vermoord. Zo. Twee agenten van afdeling 14 kwamen vannacht om 3:15 langs die boot. Er brandde licht. Voor een van de ramen hing een gordijn met reden al naar beneden. Dat vonden ze vreemd. Daarom stapten ze van hun fiets en keken naar binnen. Ja. Op de vloer lag een vrouw. De penoir zat vol bloed. Ze had haar ogen open, maar op de manier waarop ze keek wisten die agenten dat ze dood was. Ze hebben een afdeling gebeld en de commandant van dat bureau waarschuwde het parket. Tje, de officier van justitie vond dit een zaak voor u. Waarom? Omdat die vrouw werd gevonden op een dure boot. Hoe heet ze? Strass. Janine Strass. Oud 27 jaar. Volgens de pas is ze niet getrouwd, maar het paspoort werd afgegeven 4 jaar geleden. Bij beroep is ingevuld geen. De politiedokter zegt dat ze gisteravond tussen 10:30 en 11:30 werd vermoord. Er is 3 keer geschoten met een Colt 32. Is het wapen gevonden? Ja, meneer Keizer. Die Colt moet al enige maanden gelegen hebben op een plank van een kapstok vlakbij de voordeur. Na de moord werd hij daar teruggelegd. Juist. Nou is de officier hier op het bureau geweest en uit een en ander heeft hij de conclusie getrokken dat die vrouw werd vermoord door iemand die van de situatie ter plaatse goed op de hoogte was. En die zijn slachtoffer goed moet hebben gekend. Er zijn geen sporen van inbraak gevonden. Het slot van de voordeur was niet geforceerd. Vermoedelijk heeft een bezoeker 's avonds laat gewoon aangebeld. Ja. Toen ze open had gedaan, ging ze die bezoeker voor naar de salon. Maar halverwege de gang moest ze zich hebben omgekeerd. Er werd toen op haar geschoten. De mat bij de voordeur is een huls gevonden. Waaruit concludeert, officier, dat die vrouw zich in de gang heeft omgekeerd? Uit de verklaring van de politiedokter. Hij heeft op het scheenbeen van die vrouw een wondje van een schampschot gevonden. Ja. Juffrouw Strass is de salon ingevlucht. Met de bedoeling om hulp te roepen, rukte zij voor een van de ramen een gordijn open. De rail schoot los en een gedeelte van dat gordijn gleed naar beneden. Intussen had de moordenaar haar gevolgd. Op korte afstand schoot hij opnieuw, nou 2 keer. Een van de kogels trof Juffrouw Strass in de hartstreek. Vrijwel onmiddellijk dood zijn geweest. In haar handtas is een groot bedrag aan geld gevonden. En een agenda. Daar staan een aantal namen in. Wat voor namen? Tja, daarom dringt de officier erop aan dat u het onderzoek leidt. En dat u dit doet met de grootst mogelijke discretie. Kijk, in die agenda staat op maandag 19 september, gisteren dus, 10:00... meneer Rolet. Dat is de directeur van de Amsterdamse kunstzijdeindustrie. Ja? Op zondag 18 september staat er weer meneer Rolet, 2:00. En op zaterdag 2:30, ingenieur Klein. Dat is de directeur van de Verenigde Scheepsbedrijven. Wie zegt dat? Staat er tussen haakjes achter. Achter die naam? Ja, meneer. Heb jij die agenda? Nee, die ligt op het schip. Maar ik heb een paar aantekeningen gemaakt. Kijk, op vrijdag 16 september staat er opnieuw 10:00 meneer Rolet. Op donderdag de 15e... Amsterdamse kunstzijdeindustrie. Verder geen naam? Nee. Maar op woensdag de 14e, 11:00, Poster ter B. Ah, dat is die man van het krantenconcern. Ja, meneer Keizer. En zo gaat dat door. Allemaal namen van prominente Amsterdammers, bankiers en directeuren van grote ondernemingen. Hm. Is dichter op de afdeling? Ik heb hem al naar die boot toegestuurd. Mooi. Hoe heet dat schip? De Mascotte. Als u in het centrum afkomt, ligt die links. Ongeveer 50 meter voor de zuidelijke wandelweg. Goed. Ik rijd er onmiddellijk naartoe.
Zo, stichter. Dus dit is het schip. Jawel, meneer Keizer. De branden licht. En ze zagen dat gordijn. Ze keken naar binnen. En ze zagen daar die vrouw. Juist. Mascotte. Prachtig schip. Maar eenzaam. Een eind voorbij de zuidelijke wandelweg ligt een huis. Wie woonde daar? Een man en een vrouw van middelbare leeftijd. Ze heette Honke. Boslap is er naartoe. Rechercheur van afdeling 14. Hij zou die mensen ondervragen. Goed. Op deze plank werd die revolver na de moord weer neergelegd. Met de loop naar die deur. Dat is de deur die toegang geeft tot de salon. Ja. En hier, ziet u wel, een paar centimeter verder, heeft hij een aantal maanden in het stof gelegen. Toen met de loop naar de voordeur. Schiet klaar. Twee kamers zijn er nog geladen. Zijn er op die kolt nog vingerafdrukken gevonden? Nee, meneer Keizer. En hier zit die kogel. Juist. Die juffrouw Strass liep dus door de gang. Hier ergens heeft ze zich omgekeerd. Ja. Ja, dat kan. De bezoeker heeft iets gezegd. Misschien had ze gehoord dat hij de revolver van de kapstok had weggenomen. Hij schoot. Toen vluchtte ze de salon binnen. Door deze deur. Ja. Dokter Regoe heeft haar onderzocht. Daarna heeft hij haar weer precies zo neergelegd zoals hij en de heren van het parket haar vannacht hebben aangetroffen. Ze moet het plan hebben gehad vandaag op reis te gaan. Waar leid je dat uit af? De kasten in de slaapkamer zijn leeg. Haar kleren zitten in twee koffers. Een derde koffer staat open op een stoel. Had ze kennelijk die dus eruit gehaald in een pyjama. Ja, dat laatste zou er ook op kunnen wijzen dat ze juist van de reis was teruggekomen. Ja, ja, maar dat klopt niet met haar agenda. Die had ze bijgehouden tot op de dag van gisteren. Tot op de dag van gisteren? Verder niet? Nee. Gisteren was het 19 september. Toen heeft ze haar laatste aantekening gemaakt. 10 uur, roulette. Ja, die man is directeur van die kunstzijde-industrie. En een bekend sportvlieger. Waar is die agenda? Op de slaapkamer in de handtas. Heb je dat gezien? De nagels van haar vingers zijn gelakt, maar de nagel van deze pink, daar zit geen lak op. Hier, kijk. Ja? Nee, onder die nagel. Waar is mijn bril? Er staat een flesje remover op de toilettafel in de slaapkamer. De dop was losgeschroefd. Misschien was ze bezig de lak van haar nagels te halen toen ze werd gestuurd. Ziet u iets onder die nagels? Ja. Moment. Ja. Hallo? Hallo? Zo. Hoe laat is het? 7:55. Even Luimers bellen. Centrale recherche. Met Keizer Luimers. Het telefoonnummer van het woonschip van juffrouw Strass moet onder controle gezet worden. Ja, meneer Keizer. Als er gebeld wordt, neem ik op. Ik wil dan weten wie er aan de andere kant van de lijn heeft gestaan. Zal maar best doen, meneer Keizer. Is er op dit schip een badkamer, stichter? Jazeker, meneer Keizer. Deze kant uit. Die badkamer ziet er al net zo ongebruikt uit als de salon. Zijn hier vingerafdrukken gevonden? Alleen van haar. Schoon bad, hè? Ja. Dacht al dat ze gisteravond geen bad had genomen. Er zit nogal wat stof onder de nagels. Met deze kuip. Er is zelfs geen zee. Nee. Waar is de keuken? Deze kant uit, meneer. De ijskast is leeg. Mooi gascomfort. Geen pan gebruikt. Maar die fruitketel wel. Serviesgoed. Dit woonschip is brandschoon.
Met uitzondering van de plank boven de kafstok. Wat is dat voor een deur? Die gaat naar de slaapkamer, meneer Keizer. Juist. Heb je deze koffers nagekeken? Ja, meneer Keizer, er zitten jurken in, schoenen en ondergoed. In die koffer ook nog wat handdoeken. Remover en een watje. Ja, ze was inderdaad bezig de lak van de lagers te halen. Kijk, de mouwtjes staan nog onder de toilettafel. Ze heeft ze gisteravond wel gedragen. Hoe weet u dat? Er zit wat zand in. Zand? Ja, nee, niet op de zool daar, van binnen. Het is gisteren nogal warm, ze heeft geen kous aangehad. Zeg, pak een plastic zak en doe die mouwtjes erin. Ja, goed. We kijken, die schoenen daar. Groene schoenen met een stijle hak. Hier zit zand tussen de bovenleer en de zool. Die schoenen had ze zo overdag aan. Waarom denkt u dat? Onder haar nagels heb ik ook zand gevonden. En laat die schoenen ook maar voorzichtig in die zak glijden. Ja, goed, meneer Keizer. Die koffer stond vannacht precies zo open op die stoel? Jawel, meneer Keizer. Kousen, het nachtgoed en een wekkerklokje. Die loopt gelijk. De pyjama die daar op het bed ligt, heeft ze uit deze koffer gehaald. En ook dat etui met toiletartikelen. Daarboven kan die dus te gelegen hebben. Ja. Die kasten daar, zijn die leeg? Ja, meneer Keizer. Even kijken, die kleren die daar op die stoel liggen. Ja, die heeft ze overdag gedragen. Groene rok, een blouse, groene blouse, jersey. Ja, het is duidelijk. We zullen zien of het belangrijk is. Wat, meneer Keizer? Die vrouw heeft gisteren ergens in zand gezeten. Aan het strand? Ja, dat moet het laboratorium uitmaken. Wacht, ik zal die kleren opvouwen en doe ze zo in de zak, hè? Ja. En ook het ondergoed dat daar op het bed ligt. En die pyjama. Jawel, meneer Keizer. Mooi. Nou, dan kunnen we die koffer sluiten, hè? Ach, geef mij dat tasje. Alsjeblieft. Er zit veel geld in. Ja. Ah, dat is dus die agenda. Poederdoos, lippenstift, paspoort. Stras, Janine, 1,72 meter. Ogen groen, grijs, rood haar. Doe dat paspoort en dat tasje in die zak, hè? Die agenda die ook uit. Goed, meneer Keizer. Even kijken, gisteren was het 19 september. September. Hier, 19. 10 uur, meneer Rollet. Die man van de kunstzijde-industrie is gisteren dus hier geweest. Of zij was bij hem. Dat is een sportvlieger, hè? Ja, dat zei de officier. Zijn vrouw is een paar maanden geleden boven Noord-Duitsland met een vliegtuigje omlaag gestort. Ze wordt daar ergens verpleegd in een ziekenhuis. En Rollet heeft toen een gloednieuwe Piper gekocht. Die staat op 16 Hoven. Ja. Ja, dat zijn heel wat bekende namen in die agenda. Mursing. Ken jij een bankier of iets dergelijks die Mursing heet? Nee, meneer Keizer. Otto. Geen achternaam. Oh, daar weer Otto. Meer niet. Hé, 1 september honken betaald. Op 1 augustus staat hij weer. Jan Honken betaald. En dan Otto en dan... Meester Poster ter B. Neem die plastic zak mee, Stichter. Goed, meneer Keizer. Hallo, u spreekt met het woonschip van Scotter. Hallo. De horen wordt neergelegd. Ja, hoe laat is het? 7:15. Wie komt er die loopplank op? Oh, dat is Borslap, meneer Keizer. De regisseur van afdeling 14. Meneer Stichter? Dat is inspecteur Keizer. Oh, neemt u me niet kwalijk. U bent bij Honken geweest? Ja, meneer Keizer. Maar die mensen zijn niet thuis. Zo? Ik heb nog wat rond het huis gelopen, want ik hoorde een hond blaffen. En ik dacht, misschien komen ze zo terug. Hebt u een naambordje gezien? Jawel, meneer Keizer. Er staat op Jan Honken. Ik was er om 7:15. Van bijachter kwam er een meisje aan fietsen. Ze zei dat ze bij mevrouw Honk op maandag en op vrijdagmiddag helpt met het huishouden. Gisteren was ze er ook geweest. Ze had toen de portemonnee laten liggen, die kwam ze nou ophalen.
Maar ja, omdat ze geen sleutel had, kon ze er niet in. Dat meisje had dus verwacht dat die mensen thuis zouden zijn. Ze had gedacht dat die man thuis zou zijn. Maar mevrouw Honke is gistermiddag om 5:00 naar Heemstede gegaan, naar de moeder, tot morgenmiddag. Maar hij zou thuis blijven. Ja, we hebben nog even naar binnen gekeken door een raam in de gang. Die Honke moet gisteravond om nabij 22:30 buiten op straat zijn geweest. Het heeft de laatste dagen namelijk niet geregend en alleen gisteravond vanaf 10:00 tot omstreeks 22:45. Ja, toen heeft het behoorlijk geonweerd, vooral hier. Ja, dat weet ik authentiek omdat ik in Heemstede woon. Daar zie ik Paul bij. In die gang hing een regenjas en die was kletsnat. Zelfs onder de kapstok lag water. Wist dat meisje iets van die juffrouw Stras? Nee, meneer Keizer. Het kind werkte er alleen op maandag en vrijdag van 2:00 tot 4:00. Ja, wel heeft ze 2 keer, en het was telkens op vrijdagmiddag, voordat schippen nogal dure auto's zien staan. Wat voor auto? Ze zei een donkerrode sportwagen met een zwart dak. Ja, dat wist ze authentiek. 2 maal op een vrijdagmiddag, even kijken. Ja, het moet kort geleden geweest zijn, want die Honkers waren de eerste 3 weken van augustus met vakantie. En voor die tijd had het meisje er nog niet gewerkt. Ja, die eerste 3 weken van augustus waren ze er dus niet. Dus dan krijgen we eerst hier, vrijdag 26 augustus. Zo, 6:30, meneer Rolet. En dan heb ik nog iets, meneer Keizer. Huh? Rechercheurs van mijn afdeling zoeken de dijk af naar mogelijke sporen vanaf de wandelweg tot aan de brug. Ja? En zowat 100 meter hier vandaan, in de richting van die brug, hebben ze aan de rechterkant deze knoop gevonden. Ja, zulke knopen zitten soms aan ripfluwelen jasjes. Kijk, het is een plastic knoop beplakt met donkergroen fluweel. Ja, ja. Er zit nog een draadje garen aan, hoor. Die knoop kan er al een hele tijd gelegen hebben. Nee. Hij lag met de onderkant op het wegdek, dus zo naar boven. En als hij daar al voor die donderbui had gelegen, zou het fluweel nog nat geweest moeten zijn. Gisteravond heeft het hier om 10:00 geonweerd. Jawel, meneer Keizer. Een goed uur later was het weer droog. Die knoop moet dus op de dijk terechtgekomen zijn tussen gisteravond zowat 11:00 en vannacht 2:15. Want van toen af hebben rechercheurs van mijn afdeling bij dit schip gepost. Ja, en dan zijn er hier vlakbij sporen gevonden van een auto die daar had gekeerd. De afdrukken van de banden zie je zelfs nog op het gras. Het is geen auto van het parket geweest, want die wagens hadden ze neergezet op de zuidelijke wandelweg. En zijn er van die sporen foto's gemaakt? Daar zijn ze nog mee bezig, meneer Keizer. Ja, die knoop hou ik bij me. Hallo? Met Luimers, meneer Keizer. Oh. Om 8:15 is het nummer van het woonschip gedraaid. Van de centrale heb ik doorgekregen dat er toen gebeld werd vanuit het hoofdkantoor van de Amsterdamse kunstzijdeindustrie en wel via een directe lijn vanuit de kamer van de directeur, meneer G.W. Rolet. Juist. Die meneer Rolet heeft op zijn kamer 2 aansluitingen. 1 toestel kan hij alleen gebruiken met tussenkomst van zijn telefoniste. Het 2e toestel heeft een eigen lijn en een geheim nummer. Toen het woonschip werd gebeld, is het 2e toestel gebruikt. Dat nummer heb ik. Is Visser bij, hè? Ja, meneer Keizer. En ga even naar hem toe en stuur hem weg om gegevens over die Rolet te verzamelen. Ik blijf aan de lijn. Ja, meneer Keizer, een ogenblik. Meneer Stichter, haalt u met meneer Borstlap die 3 koffers van de slaapkamer weg? Goed, meneer. Janine Stras. Tje, mooi meisje. Om wat voor reden zou zo'n meisje nou? Ze was kennelijk van plan om op reis te gaan. Het is een voorbarige conclusie, maar je krijgt de indruk dat ze ook nog het voornemen had om nooit meer terug te komen. Alles ontruimd, veel geld in de handtas. Gesteld dat die Orlet of een ander dat meisje nou helemaal alleen voor zich. Die komt misschien neerzetten, meneer Keizer. Oh, ja, dat is goed. Ben je daar, meneer Keizer? Ja? Ik heb Visser naar de kamer van koophandel gestuurd. Uitstekend. Als je iets meer over Roulette weet, eens even kijken, hoe laat is het? Luister, ik rijd met Stichter naar die kunstzijdeindustrie. Dat is in Noord. We zijn er rond 9:30. Je kunt me daar bellen, maar draai dan het geheime nummer. Ja, meneer Keizer. En verder kan je het lijk hier laten weghalen. Er is op het schip een rechercheur die geeft 3 koffers mee. Ze gaan op onderzoek naar het bureau. Dan is er een plastic zak waar kleren en schoenen in zitten. Die gaan naar het laboratorium. En zeg tegen dokter Regoe dat ik op die kleren en onder die nagels van het meisje zand gevonden heb. Ik wil weten wat hij daaruit concludeert. Ja, hij moet me niet laten wachten op het sectierapport. Vraag Regoe of hij hierover wil opbellen. Ja, dat is voorlopig alles. Kom je door, meneer Keizer. Meneer Borstlap. U blijft hier bij het lijk. Ja, meneer. Tot het is weggehaald, hè? En wat u met die koffers moet doen, dat hebt u gehoord. En dan gaat u opnieuw naar die Honken.
Als er iets bijzonders is, moet u het doorgeven aan brigadier Luijmers. U kent juffrouw Strass dus goed, meneer Ouellet? Ja. U weet waar ze woont? Juffrouw Strass heeft een woonboot aan de Amsterdijk. Daar woont ze? Ja, zegt u. Allang? Ik denk ongeveer 3 jaar. Misschien iets langer. U bent meermalen op die woonboot geweest? Zo nu en dan, ja. Wanneer hebt u juffrouw Strass het laatst gezien? Gistermorgen. Waar hebt u haar toen gezien? Mag ik weten waarom u dit allemaal vraagt? Meneer Stichter en ik stellen een onderzoek in naar de omstandigheden waaronder juffrouw Strass gisteravond op haar woonboot is overleden. Zo. Ze is dood. En u stelt een onderzoek in naar de omstandigheden waaronder zij... Ze is dus geen natuurlijke dood gestorven? Nee. Dan stel ik voor niet langs haar heen te praten. Ze werd vermoord. En u beschikt over aanwijzingen op grond waarvan u vermoedt dat ik bij haar dood betrokken ben geweest? Vreemd dat u zo recht op het doel afgaat. Dat is niet zo vreemd. U bent mijn kantoor binnengekomen met de mededeling dat u een paar vragen moest stellen over een zekere juffrouw Strass. U hebt niet zomaar een paar vragen gesteld. U was bezig mij een verhoor af te nemen. Welke aanwijzingen hebt u? Geen andere aanwijzing, meneer Ouellet, dan dat u een van de vele grootindustriëlen bent die met juffrouw Strass relaties hebt onderhouden. Wat wilt u weten? Hoe laat u vanmorgen van huis bent gegaan? Om 9:50. Omstreeks die tijd ben ik uit Slotermeer weggereden. Met uw eigen auto? Ja. Wat hebt u voor een wagen? Een Cordiaal 200. Als u hem zien wilt, Hij staat op de parkeerplaats. Daar. Die blauwe B4 is van mijn secretaresse. Daarachter staat een combi en dan... Die zwarte wagen met een bermlamp op de voorbeeld. Ja. Juist. Waar was u gisteravond? Thuis. In Slotermeer? Ja. De hele avond? Ik ben wel even weg geweest. Met die Cordiaal? Ja. Van hoe laat tot... Ja, dat gaat u geen bliksem aan. Ik ken juffrouw Strass, ik ken haar heel goed. Ik ben zelfs bijzonder op haar gesteld. Dat ze werd vermoord, vind ik verschrikkelijk. Maar verder sta ik overal buiten. Ik behoud me dan ook het recht voor om bepaalde vragen niet te beantwoorden. Colette? Huh? Ja, hoe komt u aan dit nummer? Oh. Voor u. Een zekere brigadier Luijmers. Ja, hoe komt die man aan het nummer van deze lijn? Ach, mag ik even die horen? Alsjeblieft. Keizer? Ja, met Luijmers, meneer Keizer. Ik bel u omdat er gisteravond op de Amsteldijk, daarbij het woonschip van de juffrouw Strass, een auto is gezien door meneer Honke, die er een eind verderop woont. Hij is gisteravond over de zuidelijke wandelweg naar de Utrechtse brug gelopen om zijn hond te zoeken. Toen hij het dier nergens zag, ging hij naar huis terug over de Amsteldijk langs dat woonschip. Het was ongeveer 11:00. Ja? Juffrouw Strass was thuis, want er brandde licht. De gordijnen waren normaal gesloten. Als dat ene gordijn toen al naar beneden was gezakt, zou die man dat zeker gezien hebben. Een goed uur later, Honke was thuis, hoorde hij zijn hond blaffen. Toen hij naar buiten liep om hem te roepen, zag hij bij het schip een auto staan. Het model en het merk kon hij op die afstand niet zien... Maar wel zag hij dat die wagen behalve koplichten ook nog een bermlamp op de voorbumper had. Waar? Rechts, meneer Keizer. Juist. Die auto keerde daar op de dijk en reed met grote snelheid weg in de richting van de brug. Verder is nog gebleken dat die meneer Honke aan juffrouw Strass zijn schuur had verhuurd als garage voor de auto. Een lichtgrijze Certina. Borslap heeft die auto in die schuur gevonden. De technische dienst is bezig hem te onderzoeken. Oh ja, wacht u nog even. Ik moet u nog iets zeggen. Ik heb het aangetekend. Oh, ja. Voorin, bij het gaspedaal, maar ook op de vloer, voorin rechts zijn zandsporen gevonden. Ziet er naar uit dat juffrouw Strass gistermiddag iemand in haar auto heeft gehad die kort daarvoor met haar door zand had gelopen. Juist. En verder nog niets? Nee, meneer Keizer. Als ik gegevens heb over Ouellet, dan bel ik u op dit nummer. Uitstekend. Wilt u roken, meneer Ouellet? Nee, dank u. Ik ook niet.
Ja, ik wou nog even terugkomen op het tijdstip waarop u vanmorgen uit Slotermeer bent weggereden. U bent toen bij 8:30 van huis gegaan. Ja. Hoe laat was u hier? 9:50. Oh. Ja, kijk, ik vraag het hierom. Vanochtend vroeg was ik op de woonboot van juffrouw Stras. Om 8:15 werd er opgebeld. Vanuit deze kamer. Vanuit deze kamer? Ja. Er was gebruik gemaakt van de directe stadslijn. Van dit toestel. Oh, nee. Ik denk dat u zich vergist. Belt u mijn huis in Slotermeer? Onze huishoudster weet dat ik om 8:30 ben weggereden. Oh, u kunt rustig zeggen waar het om gaat, als voor mijn huwelijk was in dienst van mijn ouders. Alsjeblieft, heeft u de horen. Zal ik het nummer draaien? Nee, dank u wel. Ja, is er behalve u nog iemand in deze onderneming die juffrouw Stras kent? Nee, dat wil zeggen onze buitenlandse relaties kennen haar. Uw buitenlandse relaties? Ja, dat zijn voor het merendeel directeur van onze zusteronderneming in Europa en daarbuiten. Om een voorbeeld te nemen, meneer Leroux. Hij en zijn vrouw zijn vorige week nog hier geweest. Meneer Leroux is directeur van onze fabriek in Leuven. Was meneer Leroux vanochtend vroeg in dit gebouw? Nee, hij is zondagavond vertrokken. Oh. Heeft uw secretaresse toegang tot deze kamer? Jazeker. Ach, misschien wilt u er even hier laten komen. Oh, nee, zij heeft mij vanochtend niet gezien. Ik ben hier net. Als u weten wilt hoe laat ik de parkeerplaats ben opgereden, dan kunt u dat beter aan de portier vragen. Trouwens, hoe kunt u weten dat vanochtend vroeg vanuit deze kamer die woonboot werd opgebeld? De telefoon van juffrouw Stras stond onder controle. Dus weet u wie deze lijn heeft gebruikt? De hoorn werd neergelegd. Kent u secretaresse die juffrouw Stras? Ja. In feite is alles heel onschuldig. Ik vermoed dat zij die woonboot heeft opgebeld. Gisteravond heeft ze laat gewerkt en vanmorgen zou ze hier om 7:00 zijn. Ze was bezig met een jaarverslag dat vandaag klaar moest komen. Toen ik mijn kamer binnenkwam, lag het op een bureau. Dus ik denk dat ze het daar om 7:45 heeft neergelegd. Dit verslag? Ja, ik ben namelijk niet alleen directeur van dit bedrijf. Wat wilde u zeggen? Ik zit ook in het bestuur van het concern waarover dat jaarverslag handelt. Ja, dat zie ik. Dat is een concern waarin onze buitenlandse vestigingen samenwerken. Oh. Morgen houdt u een jaarvergadering. Ja. Hier in Amsterdam? Nee, dat niet. Waar dan? In Montreuil, een voorstad van Parijs. Oh, juist, ja. Ja, ik leg dat verslag weer hier neer. Dank u. Om welke reden kan uw secretaresse vanochtend het woonschip van juffrouw Stras opgebeld hebben? Ze had dat zelf gevraagd. Juffrouw Stras? Ja. Gistermorgen was ze hier op mijn kantoor. Even later op de kamer van mijn secretaresse. Omdat ik vergeten had een schakelaar van mijn intercom om te zetten, hoorde ik toevallig dat ze aan mijn secretaresse vroeg of ze haar vanochtend om 7:45 wilde wekken. Ze zei dat haar wekker defect was. Hé. Hey. Waar was u toen juffrouw Stras dat vroeg? Hier, op mijn kamer. Deze schakelaar stond omhoog. Ik was vergeten om neer te drukken. Als ik hem naar boven duw, dan staat hij op rood. Dan kan ik met mijn secretaresse spreken zonder dat zij naar mijn kamer hoeft te komen. Ja. Ach, drukt u die schakelaar even naar boven. Moment. Juist. Ja. Juffrouw Stras zei dus dat haar wekker defect was. En ze was bang dat ze zich zou verslapen. Dat heeft ze gezegd, ja. Ja, die jaarvergadering van u, ik heb dat er net in het rapport gelezen, begint morgenochtend om 10:00. U gaat er ook naartoe. Ik neem aan dat u vandaag vertrekt. Hoe laat? Om 10:50. Met uw eigen vliegtuig? Ik vertrek van Schiphol. En juffrouw Stras? Juffrouw Stras? Er is geen sprake van geweest dat ze mee zou gaan. Juffrouw Stras had een functie in dit bedrijf. Ik had er graag in vaste dienst genomen, maar ze gaf de voorkeur aan freelance te werken. Onze gasten werden aan haar toevertrouwd. Uw buitenlandse gasten? Inderdaad, ja. Ik heb het te druk om onze relaties iets van de stad of de omgeving te laten zien. En ook willen ze s'avonds wel eens naar een theater of een andere gelegenheid. Dit representatieve werk had ik aan Janine, ik bedoel aan juffrouw Stras, overgedragen. Zij kon met iedereen goed omgaan. Zij was begaafd. Ze had ook distinctie. Wat zou juffrouw Stras vandaag gedaan hebben? Niets.
Dat wil zeggen... Ja? Met Luimers, meneer Keizer. Ja, moment, blijf even aan de lijn. Ja, meneer Keizer. Huh? Ik meen te weten dat juffrouw Strass vandaag vrij zou zijn geweest. Ja, precies weet ik het niet. Ik heb u wel gezegd, ze werkt hier freelance. Weet uw secretaresse misschien meer? Nee, nee, volstrekt niet. Juist. Ja. Ja, ja, zeg het maar, Luimers. Meneer Keizer, in verband met de discretie die wij in acht moeten nemen in zaken deze moord... vraagt rechercheur Visser of hij de garage van meneer Roulette mag binnengaan. Hij wil die garage namelijk zien omdat meneer Roulette gisteravond laat... met zijn auto uit Slotermeer is weggereden en ver na middernacht is teruggekomen. Waar zit Visser? In het huis van die Roulette. Hij heeft zijn huishoudster ondervraagd. Daar op de Kamer van Koophandel bleek namelijk dat die man ook nog president-commissaris is van een groot concern... dat morgen in de buurt van Parijs een vergadering houdt. Die huishoudster heeft gezegd dat meneer Roulette vandaag vertrekt... en dat hij niet alleen naar Frankrijk zou gaan. Zo. Hij zou om 11:45 vertrekken met een toestel van de KLM. Maar gisteravond om 17:30 heeft hij vanuit Slotermeer die vlucht geannuleerd... en twee plaatsen besproken in een toestel van de Sabena... dat vanmiddag om 10:50 vertrekt. Omdat die huishoudster geen namen wilde noemen, heb ik op Schiphol geïnformeerd. Roulette heeft voor vanmiddag ook passage geboekt voor juffrouw Strass. Juist. Ja, dit is misschien een aanwijzing. Schiphol heeft gezegd dat meneer Roulette gisteravond om 17:45 heeft opgebeld. Hij heeft toen gevraagd of er in dat toestel van de KLM... daarmee zou hij aanvankelijk vertrekken, nog een plaats vrij was. Maar die machine zat vol. Daarom heeft hij de vlucht geannuleerd... en twee plaatsen besproken in dat andere toestel. Goed. Visser kan zijn gang gaan. Oh, met die garage, ja, meneer Keizer. Ja, wacht eens even. Dus volgens Schiphol heeft meneer Roulette gisteravond om 17:45... in dat toestel van de Sabena een plaats besproken voor hemzelf... en een voor juffrouw Strass. Ja, meneer Keizer. In orde. Ja, ik heb er geen ruchtbaarheid aan willen geven. Er zijn bepaalde familieomstandigheden... waardoor alles misschien verkeerd zou worden uitgelegd. Dat begrijp ik. Janine zou meegaan. Ja, het was niet eens zeker. Maar als ze met me mee zou zijn gegaan in Montreuil... dan zou die reis een zakelijk karakter hebben gehad. Alle directeuren en commissarissen van ons concern... hebben Janine in de loop van de laatste jaren hier in Amsterdam leren kennen. Ja, en nu zouden zij juffrouw Strass Parijs laten zien. Inderdaad, dat was het plan. Alleen... Janine weigerde. Zij weigerde. Ja. Ja, misschien wou zij wel mee, dat kan ik niet beoordelen. Maar mijn gevoel zegt me dat ze niet mee mocht. Van wie niet? Janine heeft niet alleen voor mij gewerkt, maar ook voor andere ondernemingen. Haar werkzaamheden werden gecoördineerd door het Bureau Internationaal van meneer Eckhart. Dat is een uitzend kantoor, maar alleen voor personeel op hoog niveau. Ja. Zeker 3 weken geleden heb ik Janine voorgesteld met me mee te gaan in Montreuil. Dat wil zeggen van vandaag tot aanstaande zaterdag. Ja? Ja, onmiddellijk zei ze dat meneer Eckhart daar geen 5 dagen zou kunnen missen. Dat was natuurlijk niet waar. Ik dacht direct, ze weet natuurlijk dat die Eckhart het nooit goed zal vinden... dat ze met mij naar Parijs gaat. Ja, dat zegt mijn gevoel me. Ze mocht niet mee. Waarom hebt u dan passage voor haar geboekt? Omdat... Ik ontken niet dat ik haar graag zou hebben meegenomen. Ik was bij gesteld. Gistermorgen was ze hier om een paar declaraties te tekenen. Zondag had ze met de heer en mevrouw Leroux van ons filiaal in Leuven... in de stad gedineerd en ze was ook met ze naar een nachtclub geweest. De declaraties daarvan zouden we doorsturen naar het bureau van Eckhart. Ik heb toen Janine gevraagd alsnog mee te gaan. Letterlijk heb ik gezegd dat als ze moeilijkheden zou krijgen met Eckhart... ze bij ons kon worden aangesteld en tegen een hoog honorarium. Ze zei dat ze over na zou denken en dat ze me zou bellen. En heeft ze dat gedaan? Nee, ik heb haar gebeld. In de loop van de middag, 3 keer. Maar ik kreeg geen gehoor. 'S Avonds, ik was thuis, dacht ik... misschien belt ze vanavond. Ik zal voor alle zekerheid passage boeken. Hebt u haar gisteravond opgebeld? Ja. Hoe laat? Het was net 10:00 geweest. En wat heeft je van straks gezegd? Niets. Ze nam wel op. Met Janine Strass, zei ze. Ik noemde mijn naam en zei dat ik nog steeds op antwoord wachtte. Ja, en toen?
Ze heeft zonder iets te zeggen de horen neergelegd. En toen bent u naar Damsterdijk gereden? Nee. Waar bent u dan naartoe gegaan? Ik zou u wel in vertrouwen willen nemen, maar dat mag ik niet doen. Ik ben niet alleen directeur van dit bedrijf, maar ook van dat concern. U vertrekt om 1:50. Ik heb op het ogenblik geen reden u te verzoeken in Amsterdam te blijven. Als zich een nieuwe ontwikkeling voordoet, dan vertrekt u niet. En waar is dat kantoor van die meneer Eckhart? Bij het beursgebouw, op het Damrak. Bureau Internationaal, Damrak. Wat zou juffrouw Strass vanochtend voor uw bureau gedaan hebben, meneer Eckhart? Vanochtend? Dat weet ik niet. U hebt net verteld dat ze werd vermoord. U gaat door met vragen stellen alsof er niets gebeurd is. Ik kan het nakijken. Wanneer werd Janine vermoord? Gisteravond. Hier, in dit boek noteer ik de opdrachten voor Janine. Vanochtend, ja. Vanochtend zou ze vrij zijn geweest. En vanmiddag niet. Ach, mag ik dit boek even zien? Natuurlijk. Alsjeblieft. Ja, dank u. Juist. Ja, ze zou tot aanstaande zaterdag voor u gewerkt hebben. Zondag zou ze vrij zijn geweest. Ja. Volgende week is helemaal bezet. De week erop ook. Als u juffrouw Strass opdracht gaf voor een bepaald bedrijf te gaan werken... bijvoorbeeld, ik lees hier... morgen 21 september, 10:00 PM, meester Poster ter B... tekende juffrouw Strass dat dan ergens aan? Ja. In de handtas had ze een kleine agenda. Een agenda met een omslag van groen leer. Daarin schreef ze dat allemaal op. U hebt dat zien doen? Soms, niet altijd. Meestal grap ik de opdrachten telefonisch door. Maar alles wat ik hier lees... de opdrachten voor de komende dagen en voor de volgende week... en de week erop, ja? die staan in haar agenda. Ja, natuurlijk. Dat kan toch niet anders? Juist. Ik zie hier staan dat ze gistermorgen om 10:00 bij meneer Rolet moest komen. Is ze daar geweest? Ja, ze moest daar declaraties tekenen. Die zijn me toen over de post toegestuurd. Ze liggen hier op mijn bureau. Alsjeblieft. Meneer en mevrouw Leroux. Ja. Dit is het handschrift van juffrouw Strass. Juist. Gistermiddag, dat lees ik in uw aantekeningen... heeft juffrouw Strass niet voor u gewerkt? Nee. Gistermiddag was ze vrij. Bureau Internationaal. Meneer Keizer. Moment. Sorry, alsjeblieft. Oh, dank u. Met duimers, meneer Keizer. Ik heb een telefoontje gehad van dokter Roux. Juffrouw Strass heeft gisteren door het duinzand gelopen. Ze heeft ook in het duinzand gezeten. Het zand dat u onder haar nagels hebt gezien... is door het laboratorium onderzocht... Het komt overeen met het zand dat op haar kleren werd aangetroffen en dat ook in haar auto lag. Juist. Dokter Roux zegt dat er kwarts tussen zit. Korrelgrootte 0,2 mm en nog wat andere mineralen. Dat leest u wel in het rapport. Het is in elk geval tuinzand zoals dat langs onze kust wordt aangetroffen. Goed, bedankt. Ik heb nog iets, meneer Keizer. En dat is? Zowat een uur geleden heb ik u verteld dat die Honke gisteravond op de Amsteldijk... bij dat woonschip een auto heeft gezien met een schijnwerper rechts op de voorbumper. Ik hoor net van Visser dat die Rolet ook een schijnwerper op zijn voorbumper heeft. Weet ik. Oh, kijk, van de centrale kreeg ik een seintje dat hij van Rolet was doorgereden naar het kantoor van meneer Eckhart aan het Damrak. Ik dacht, misschien is het verstandig een paar mannen in Burger neer te zetten bij die kunstzijdefabriek. Die staan er al. Ik heb van een auto gebeld met het bureau Marsplein. Oh, juist. Ja, neem me niet kwalijk. Nou, het is in orde, Luimers. Meneer Eckhart, weet u misschien wie... Otto is. Otto? Die naam ben ik verschillende keren tegengekomen... met de papieren die juffrouw Strass heeft achtergelaten. Dat ben ik. Juffrouw Strass noemde u bij uw voornaam? Ja, we werken al bijna 4 jaar samen. Oh, hoe oud bent u? 33. Vertrouwen? Nee. Waar was u gistermiddag, meneer Eckhart? Hier. Hier op mijn kantoor van 1:30 tot 1:15. En wat hebt u daarna gedaan? Daarna?
Ik heb wat gegeten in het restaurant hiernaast. En toen? Toen ben ik naar huis gegaan. Hier achter mijn kantoor heb ik een paar kamers. Juist. En weet u misschien nog waar u op 2 september bent geweest? 2 september? 2 september? Dat weet ik niet. Het is alsof ik midden in een mist zit. 2 september was een vrijdag. Juffrouw Strass heeft die dag uw naam in haar agenda genoteerd. Ja, ik herinner het me weer, ja. Janine had die dag iemand van de Verenigde Scheepsbedrijven weggebracht naar IJmuiden. En ik heb haar daar met mijn auto afgehaald. Zij had die van haar niet kunnen meenemen. Wat voor auto hebt u? Zegt Tina, net als Janine. Haar wagen is van de zaak. Van uw zaak? Ja. Ja. Zonder die wagen kan ze haar werk niet doen. Begrijpt u wel? Het ene ogenblik zat ze hier in Amsterdam. Een andere keer moest ze een of meer relaties de keuken of laten zien. Ik noem maar wat. Die auto van juffrouw Strass is lichtgrijs. Ja. En die van u? Rood. Rood met een zwart dak? Nee, helemaal rood. Helemaal rood. Hij staat op de parkeerplaats achter de beurs. Is het mogelijk dat juffrouw Strass kort geleden op reis is geweest? Op reis? Nee, dat kan niet. Ze heeft alle dagen gewerkt. Kijkt u die opdrachten nou maar naar. Zelfs op zondagmiddag is ze met meneer en mevrouw Leroux weg geweest. U hebt de declaraties gezien. Kan juffrouw Strass het plan gehad hebben vandaag op reis te gaan? Nee. Als ze dat wel van plan was geweest, dan zou ze u dat natuurlijk gezegd hebben. Ja, natuurlijk, dat ligt voor de hand. Tenzij... Zou u op reis gaan? Ik? Nee. Oh. Ach, ik zou uw kamers even willen zien. Mijn kamers? Hm? Goed, natuurlijk. Dit is uw zitkamer? Ja. En dat is de parkeerplaats achter de beurs. Is dat geen rode Certina? Daar helemaal rechts zie ik wel een rode sportwagen met een zwart dak. Die is niet van mij. Ja, maar u hebt toch gezegd dat uw auto achter de beurs stond? En dat is toch die parkeerplaats? Ik heb er niet zo gauw aan gedacht. Ik heb vanochtend de sleutels van mijn auto aan juffrouw Meijs gegeven. Juffrouw Meijs werkt voor ons. Een paar uur geleden moest ze in West plotseling invallen voor directiesecretaresse die ziek geworden was. Hmm. Ja. Kijk, een foto van juffrouw Strass. Goed portret, mooi van kleur. Weet u dat meneer Rolette juffrouw Strass vandaag mee heeft willen nemen naar een vergadering in Montaigne? Ja. Als ik me niet vergis, was juffrouw Strass bereid om mee te gaan. U vond dat niet goed. Nee. U had natuurlijk alleen zakelijke bezwaren. Ik moet die foto uit de lijst nemen. Waar was u gisteravond, meneer Eckhart? Ik ben hier op het Damrak naar een bioscoop geweest. Hm? Naar welke voorstelling? Die hier van 7:15. En wat hebt u na afloop gedaan? Toen heb ik op het terras een glas bier gedronken. Hm. Juist. Nou, de lijst leg ik hier neer. Ja, die foto krijgt u bij gelegenheid van mij. Nou, er staat iets achterom. Ja. Dat heeft Johnny niet voor mij geschreven. Niet voor u? Nee. Zo. U wilt me dus laten geloven dat juffrouw Strass u een foto van zichzelf heeft gegeven met daarachterop in haar eigen handschrift een liefdesverklaring die niet voor u was bestemd? Ja, dat is zo, ja. Ik mag erbij neervallen als ik lieg. Ik hou van Janine. Ik hou nog van haar. Ik heb altijd van haar gehouden. U hebt haar niet gekend. Anders zou u dat wel begrijpen, maar Janine zou me nooit een foto hebben gegeven. Nooit. Hoe komt u dan naar dit portret? Ik heb hem weggenomen. Waar? Op dat woonschip? Ja. In april. April was ik toen bij haar. Dat was op een zondag. Ik was zomaar even langs gereden. Op de tafel in de zitkamer lagen verschillende foto's, allemaal van mezelf. Toen ik vroeg wat ze daarmee ging doen, toen zei ze dat ze die foto's zou gaan verscheuren. Zo. Terwijl ze naar de keuken liep om iets te drinken te halen, heb ik deze foto in mijn binnenzak gestopt.
Juist. Heeft juffrouw Strass die andere foto's verscheurd? Niet waar ik bij was, maar ze heeft het gedaan. Als ze zei dat ze iets zou doen, dan deed ze dat. Ik heb ook niet gevraagd waarom ze die foto's zou verscheuren. Het zou zinloos zijn geweest. Ik zou er toch een antwoord op hebben gekregen. Hier. Ach, mag ik de rest van uw huis even zien? Ja, natuurlijk. Dit is uw slaapkamer. Ja. De schoenen die u nu aan hebt, droeg u die gisteren ook? Nee. Welke schoenen had u gisteren aan? Die daar. Ah, mag ik ze even zien? Alsjeblieft. Dank u. Nou, dan zet u ze maar weer neer. Dat woonschip daar aan de Amsterdijk, van wie is dat? Van Albert Meursing. Meursing? Ja, Meursing. Dat is een makelaar aan de Koninginneweg. Hij had de mascotte gemeubileerd aan Janine verhuurd. Kent u die meneer Meursing? Nee. Nou, je hebt heel wat probeerjasjes. Op welk terras hebt u gisteravond nog wat bier gedronken? Op het Rembrandtsplein. Nee, nou, ik heb het wel gezien. Zo, ja. Wacht eens. Wat ligt er op die plank? Die doosjes heb ik meer gezien. Dat zijn patronen. Patronen van Colt. Van Colt 32. Hoe komt u eraan? Die heb ik gekocht. Tegelijk met zo'n revolver. Een Colt 32? Ja. Waar hebt u die revolver? Die heb ik niet meer. Die heb ik aan Janine. Werd Janine gisteravond vermoord? Met zo'n revolver? Ze werd vermoord met een Colt 32. Dat is niet waar. U liegt. Grote God, u wilt toch niet beweren dat ze... dat ze met mijn revolver werd vermoord? Dat Janine met mijn revolver... dat kan niet. Dat... Telefoon voor u, meneer Keizer. Dat is namens. Mooi. Jij blijft hier op deze kamer, stichter. Bij meneer Eickhart. Keizer? Ja, ik wou u even zeggen dat we de moordenaar van juffrouw Strass zo goed als zeker te pakken hebben, meneer Keizer. Die roulette is gisteravond na dat onweer bij die woonboot geweest. Daar komt hij niet meer onderuit. Niet alleen heeft Honke zijn auto daar gezien, in zijn garage zijn afdrukken van zijn banden gevonden en gefotografeerd. Het profiel ervan is absoluut gelijk aan dat van de auto die rond middernacht bij die woonboot werd gekeerd. Zo. Merkwaardig. Ik stond op het punt hier in dit huis de man aan te houden die dat meisje had neergeschoten. Eckhart? Ja. Toen Stichter me op haar roepen gaf hij juist een nummertje theater weg. En waar zit Rolet? De rechercheurs van Mosplein zitten achter hem aan. Hij is om 10 voor 11 uit Noord weggereden naar Slotermeer. Daar heeft hij een taxi laten komen. Hij is nu onderweg naar Schiphol. Goed. Hoe laat is het? Tijd zat. Visser is bij je? Ja, meneer Keizer. Stuur hem naar Schiphol. Hij moet zonder enige opschudding die roulette alleen maar aanhouden en overbrengen naar het bureau. Goed, luister. In verband met die moord van gisteravond op Janine Strass heb ik in zijn huis aan het Dambrak Otto Eckhart aangehouden. Die directeur van het uitzendbureau internationaal. Ja, meneer. In de kast op zijn slaapkamer vond ik een doosje met patronen voor een Colt 32. Ook heeft hij verklaard dat het wapen waarmee de moord werd gepleegd van hem is geweest. Beneden zijn ze bezig die man te fotograferen en zijn vingerafdrukken te nemen. We kijken hoe laat is het, 12:30. Als ze met die Eckhart klaar zijn, dan kun je me bellen op de kamer van dokter Regoe. Ja, meneer Keizer. Deze kogel hier
heb ik bij de sectie weggenomen uit de hartspier. Hij is zonder twijfel gelijk aan de kogels die u op de slaapkamer van meneer Eckhart gevonden hebt. Dank u, dokter. Is daarmee het bewijs geleverd dat Eckhart de dader is? Nee. Naar mijn mening zijn er 3 verdachten. Zo. Wilt u roken? Graag. Om te beginnen heb ik die meneer Rollet, directeur van de Amsterdamse kunstzijdeindustrie. Hij was straks op Schiphol aangehouden. Biedt u huur? Dank u. Die man zou vandaag naar Parijs gaan om er een vergadering bij te wonen. Hij was op Janine gesteld. Zo formuleert hij dat. En daarom had hij hem mee willen nemen. Naar die vergadering? Ja. Hij had die reis, dus al 5 dagen duren, een zakelijk karakter gegeven. Aha. Dat meisje werkt als dame d'honneur voor het Bureau Internationaal en trad voor de kunstzijdeindustrie op als gastvrouw voor de buitenlandse relaties. Directeur van een aantal dochterondernemingen. Deze relatie zou ze in Parijs opnieuw ontmoeten. Ja. Met die Rollet trok aan het kortste eind, omdat Eckhart, de directeur van het uitzendbureau, de nietsvervoelde Janine met deze man naar Parijs te sturen. Rollet was op dat meisje gesteld. Eckhart hield van haar. Juist. Daarom, ik ga ervan uit dat er 3 verdachten zijn, zet ik Eckhart bovenaan. Kijk, deze agent is van het meisje. Mm-hmm. Hierin noteerde ze haar opdrachten voor het Bureau Internationaal. Ze heeft hem het hele jaar bijgehouden. Tot op de dag van gisteren, 19 september. Kijk u maar hier. Ja. Verder is er niets meer opgeschreven. Al deze pagina's zijn leeg. Toch was ze volgens Eckhart tot ver in november bezet. Hij heeft me zijn ordeboek laten zien. Alle opdrachten voor de komende maanden stonden erin. Mm-hmm. Waarom heeft Janine die niet meer een agenda overgenomen? En waarom had ze haar woonboot ontruimd? Al haar bezittingen zaten in 3 koffers. Hebt u een vermoeden? Ja. Rollet heeft vanochtend verteld dat hij Janine een paar weken geleden een voorstel had gedaan. Aha. Als ze tegen het verbod van Eckhart toch mee zou gaan naar Parijs, en ze zou daardoor in moeilijkheden komen, dan zou ze tegen een hoog honorarium in dienst treden van de Amsterdamse kunstzijdeindustrie. Mm-hmm. Ik denk dat het meisje dit voorstel heeft geaccepteerd en dat ze heeft gedacht, als ik bij die Eckhart wegga, moet ik niet op die woonboot blijven zitten. Dan komt hij daar moeilijkheden maken. Ze zou dus gaan verhuizen. Dat kan. Ik veronderstel dat ze er met niemand over gesproken heeft. Dit staat vast. Pas gisterochtend heeft ze tegen Rollet gezegd dat ze overwoog alsnog met hem mee te gaan. Toch kan Eckhart op het laatste moment ontdekt hebben wat ze in haar schild voerde. Dan redeneer ik als volgt. Eckhart voelde zich bedrogen. Mm-hmm. Is gisteravond naar de Amsterdijk gegaan, Janine deed open. Terwijl ze hem voorging naar het salon, greep Eckhart die revolver. Het wapen was van hem geweest. Hij zal ook wel geweten hebben waar het lag. In de salon schoot hij er neer. Na de moord legde hij het wapen weer op zijn plaats en vertrok. Ja. Ik heb stichter mijn assistent naar een zekere Albert Meursing gestuurd. De makelaar aan de Koninginnenweg, die eigenaar is van die woonboot. Als Janine naar plannen te verhuizen, weet die man waarschijnlijk meer. Bovendien, zij had van Eckhart voor rekening van de zaak een auto gekregen. Een lichtgrijze Certina. En als nou blijkt dat de sleuteltjes van die Certina en die autopapieren in die wagen liggen, dan... Keizer? Met Luimers mee, Keizer. Ik heb Schiphol aan de lijn. Dat vliegtuig dat om 10:50 naar Parijs zou vertrekken staat al 5 minuten te wachten. Maar meneer Rollet is er nog niet. Die is er nog niet? Nee. Dat vliegtuig niet in de grond houden, maar onmiddellijk laten vertrekken. Ja, meneer Krijger. En verder de rechercheurs oproepen die achter Rollet aan zitten. Dat zijn die 2 mannen van het bureau Mosplein. Ja, wacht even. Hm? Ze hebben mobielefoon 33. Komt in orde, meneer Krijger. Rollet probeert te vluchten. Heeft hij daar een reden voor? Ja. Visser is erachter gekomen dat hij gisteravond met zijn auto, een zwarte Cordiaal, bij die woonboot is geweest. Zo. Wie is de derde verdachte? Dat is de man die gistermiddag met Janine door Duinzand heet gelopen. Niet 's morgens. Toen was hij op het kantoor van de kunstzijdeindustrie. Eckhart beweert dat hij gistermiddag op zijn bureau heeft gezeten. Die verklaring wordt nagetrokken. Rollet is in de middaguren ook niet weg geweest. Vermoedelijk is er dus een derde man. Een onbekende die...
Keizer? De 33 wordt opgeroepen, meneer Keizer. Dan heb ik rechercheur Borstlap van afdeling 14 aan de lijn. Hij heeft nu gevraagd. Ik verbind uw deur. Spreek ik met meneer Keizer? Ja. Hier met rechercheur Borstlap. Ik bel u op uit het huis van meneer Jan Honke, u weet wel. Hij woont er eind voorbij die woonboot, de mascotte. Ja. Ik moet u zeggen dat de technische dienst klaar is met die auto van juffrouw Stras. Behalve dat zand, dat heb ik naar het laboratorium gestuurd, hebben ze in die wagen verschillende heel goede vingerafdrukken gevonden. Sommige zijn van juffrouw Stras, maar een heleboel andere kunnen ze niet thuisbrengen. De foto's gaan naar uw afdeling. Uitstekend. Ik stuur u ook de belastingpapieren en het kentekenbewijs van die auto. Ze zaten in een kastje in het dashboard. We hebben ook de sleuteltjes. Ja, die meneer Honke vindt dat vreemd, want hij weet authentiek dat je Verstras iedere avond de auto afsloot en dat ze de sleutelbosje meenam. Maar vanmorgen waren de autoportieren niet op slot en de sleutels lagen bovenop het kentekenbewijs. Juist. Ja, dat weet ik authentiek, want ik heb het zelf gezien. Uitstekend. Ik moet u nog iets vragen. Die meneer Honke was gisteravond alleen thuis. Zijn vrouw was uit logeren? Jawel, meneer Keizer. Bij haar moeder. Mevrouw Honke is gisteravond om 5 uur naar Heemstede gegaan. Ze zouden blijven slapen. Nu kan ze elk ogenblik terugkomen. Hebt u een auto bij u? Jawel, meneer Keizer. Dan rijdt u hier naartoe. Naar uw bureau? Ja, en u brengt meneer Honke mee. U zegt tegen hem dat hij juffrouw Stras goed kent. Hij had zijn garage aan haar verhuurd. En u vraagt of hij bereid is haar lijk te identificeren. Het komt in orde, meneer Keizer. We zijn over 20 minuten bij u. Goed. Kijk, ik ga ervan uit... Keizer? Luimers, meneer Keizer. Meneer Eckert van het bureau internationaal is gefotografeerd. Ook zijn vingerafdrukken zijn gemaakt. Laat hem naar de afdeling brengen. Jawel, meneer Keizer. Zo, ik ga die Otto Eckert om verhoor afnemen. Ik zie u straks nog wel, dokter. Ja, meneer Keizer. U bent gisteren dus de hele middag op uw bureau geweest, meneer Eckert. Ja. En omstreeks 3:15 bent u opgebeld door de secretaresse van meester Poster Terbeek. Ja. Waarom? Ze heeft me eraan herinnerd dat Janine vanmiddag om 2:00 op het Centraal Station moest zijn om er 2 vrouwelijke journalisten uit Kopenhagen te ontvangen. Hebt u dit aan juffrouw Stras doorgegeven? Nee. Waarom niet? Nou, Janine wist dat deze afspraak was gemaakt. Ik hoefde het nooit ergens aan te herinneren. Ze was in dit soort dingen heel precies. Juist. En verder bent u gisteravond op Damrak naar een bioscoop gegaan. Na afloop van de voorstelling ging u naar het Rembrandtsplein. En daar hebt u een paar glazen bier gedronken. Ja. Welke film hebt u gezien? Welke film? Ja. De titel herinner ik me niet. Maar u weet natuurlijk wel wie erin meespeelde. Nee, dat weet ik niet meer. Het was geloof ik een Amerikaanse film, maar verder... U bent er met uw gedachten dus niet bij geweest. Die film begon om 7:15. Ja. Wist u toen al dat Janine het plan had ergens anders te gaan wonen? Janine zou ergens anders gaan wonen? Daar heeft ze niets van gezegd. Niets? Dat klopt. Ze heeft er met niemand over gesproken. Zelfs niet met meneer Rolet. Zelfs niet met meneer Rolet. En waarom zou zij zoiets eerder tegen hem hebben gezegd dan tegen mij? Omdat je voor Stras met meneer Rolet mee zou gaan naar Parijs. Ja, dat heb ik geweten, ja. Dat had ze me verteld. Maar ik had het er verboden. Ik had tegen haar gezegd dat ik het niet wou. En tegen hem dat ik er geen 5 dagen kon missen. Juffrouw Stras zou toch meegegaan zijn. En als ze van die reis zou zijn teruggekomen... zou ze in dienst treden van de Amsterdamse kunstzijdeindustrie. Als Rolet dat heeft gezegd, dan heeft hij gelogen. Ze zou voor mij werken, alleen voor mij. U hebt vanochtend toch het orderboek gezien? Janine zou deze week een paar dagen worden uitgezonden... naar het krantenconcern van meester Poster Terbeek... en naar de Verenigde Scheepsbedrijven. Inderdaad. Ja. Ik weet dat Rolet haar een vaste dienst had willen nemen. En niet alleen omdat hij haar zo nodig had voor zijn buitenlandse relaties. Die man denkt dat hij met zijn geld alles kan kopen wat hij hebben wil. Maar haar niet. De komende weken was juffrouw Stras iedere dag bezet met werk voor u? Ja. Waarom heeft ze die opdrachten dan niet meer in haar agenda genoteerd? Maar dat heeft ze wel gedaan. Dat deed ze altijd.
Juffrouw Strass heeft haar agenda nauwkeurig bijgehouden tot op de dag van gisteren. U liegt. Dit is haar agenda. Ja. Gisteren was het 19 september. Op die datum is juffrouw Strass genoteerd 10 uur roulette. Verder staat er niets meer in. Alsjeblieft. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik weet absoluut zeker dat Janine vandaag zou werken voor Poster Terbe. En morgen ook. En overmorgen voor die Verenigde Scheepsbedrijven. Dat moet ze toch opgeschreven hebben? Maar het staat er niet in. Nee. Ik denk dat zij al enkele weken geleden besloten had in dienst te treden voor de Amsterdamse kunstzijde industrie. En dat ze dit niet tegen u heeft durven zeggen. Dat is niet waar. U bent gisteravond naar de Amsterdijk gegaan. Omdat u daar het vermoeden hebt gekregen dat juffrouw Strass op het punt stond van adres te veranderen, hebt u om een verklaring gevraagd en toen u die kreeg, bent u driftig geworden. Maar luister... Ik wil aannemen dat u weg bent gereden en dat u op het Dambrak in die bioscoop bent geweest. U hebt nauwelijks gezien wat er op het doek gebeurde, want u was met uw gedachten bij Janine. Mag ik... Later op de avond bent u opnieuw naar een woonboot gegaan. Juffrouw Strass deed open. Ze heeft waarschijnlijk gedacht dat u opnieuw kan praten en ging u voor naar het salon. Toen hebt u die revolver weggenomen en er neergeschoten. Nee! Die agenda ligt er niet om. Janine heeft niets meer opgeschreven. Ze was van plan voorgoed naar roulette te gaan. Maar als alles zich zou hebben toegedragen zoals u dat veronderstelt, dan zou ik niet Janine hebben vermoord. Haar niet, God nee. Ik zou die revolver hebben weggenomen, hij was van mij. Dan zou ik naar roulette zijn gegaan om met die schoft af te rekenen. Ik zou hem overhoop hebben geschoten. Dat zou ik hebben gedaan. U blijft er dus bij dat u gisteravond niet aan de Amsterdijk bent geweest, maar dat u op een terras aan het Remmelsplein een paar glazen bier hebt gedronken? Ja. Op welk terras hebt u gezeten? Dat weet ik niet. Ik heb er niet op gelet. Aan welke kant van het plein lag dat terras? Aan de kant van de Regulus Breestraat. Tot hoe laat hebt u daar gezeten? Tot ongeveer 22:45. Dan gaat u weer zitten, meneer Eckhart. Keizer? Met Stichter, meneer Keizer. Ja? Ik ben bij de directiesecretaresse van het bureau internationaal geweest. Dat is die juffrouw Meis die vanmorgen voor een zieke moest invallen. Ja? Dat meisje had inderdaad de auto van meneer Eckhart geleend. Ik heb die wagen gezien. Het is een rode Certina 65. Helemaal rood. Hij heeft geen zwart dak. Zo. Meneer Eckhart had juffrouw Meis vanochtend om 9:15 de sleutels van die wagen gegeven. Hij stond geparkeerd op het Beursplein. Juist. Verder ben ik op de Koninginnenweg geweest bij de eigenaar van die woonboot, meneer Albert Meursing. Ja? Hij wist niet dat juffrouw Strass van plan was te verhuizen. Op 1 juli had hij haar voor het laatst gezien. Ze kwam toen huur betalen. Voor 6 maanden tegelijk, dus tot het eind van dit jaar. Was dat de gewoonte zo lang vooruit te betalen? Nee, meneer Keizer. Vroeger betaalde ze de huur per maand. Het voorstel 2 maal per jaar te betalen is van haar uitgegaan. Het gebeurde niet op verzoek van meneer Meursing. Wat is dat voor een man? Nou, hij is midden in de 30, bruine ogen, donker achterovergekamd haar. Ik schat zijn lengte op 1,80 meter, slank postuur. Zijn makelaarskantoor is tussen de middag gesloten. Daar vlakbij heeft hij een vrijgezellenflat. Toen ik aanbelde, zat hij te eten. Hij vertelde nog dat hij gek was op Limburgse kaas. Er stond zo'n pakje rommedoe op zijn tafel. Hoe heet dat? Rommedoe, meneer Keizer. Limburgse kaas verpakt in aluminiumfolie. Juist. Jij gaat nu die adressen van die agenda af. Goed, meneer Keizer. Rij eerst naar Poster Ter B. Vraag een secretaresse of ze gistermiddag het bureau internationaal heeft opgebeld. Als dat zo is, wil ik weten hoe laat ze gebeld heeft en waarom. En met wie ze gesproken heeft. Komt in orde, meneer Keizer. Wacht even. Als je bij Poster Ter B geweest bent, bel me dan op. Kom, meneer Keizer. Meneer Eckhart, Janine Strass werd vermoord met een Colt 32. Met mijn revolver. Hoe kwam u aan dat wapen? Ik had het gekocht. Waar? In Duitsland. Om precies te zijn in Keulen. Ik was er tijdens het carnaval, eind februari van dit jaar. Ja? Ja. Ik was in een café. Ik geloof ergens in de Hohestraße. Kwam ik in aanraking met een man die in geldnood verkeerde en die me
Die Colt met 12 patronen aanbood voor 50 mark. Hm? Ja, ik vond de prijs te hoog, maar ik wou dat wapen wel hebben. Waarom? Ik wou het aan Janine geven. Ik dacht direct, die zit er op die woonboot veel te eenzaam. Ik had er al veel eerder aan gedacht. Ze moet iets hebben om zich in geval van nood te kunnen beschermen. U was bang dat ze zou worden lastiggevallen? Ja. Dacht u dan aan een vreemde, aan een voorbijgang bijvoorbeeld? Of aan iemand uit de kennissenkring van Janine? Ik heb toch niet aan een van de kennissen gedacht? Aan meneer Roulette misschien? Oh, nee, nee, nee. Nee, beslist niet. Goed, ik heb een hekel aan die man. Ik haat hem. Maar hij heeft, dacht ik toch wel. Nee, te veel fatsoen om het Janine werkelijk moeilijk te maken. Nee, nee. Heeft meneer Roulette haar op die woonboot wel opgezocht? Ja, dat zeker. Waar? Dat weet ik niet. Hm. Was er sprake van een intieme verhouding? Nee. Dat weet u blijkbaar heel zeker. Ja. Want als dit wel het geval zou zijn geweest, dan zou Janine me dat verteld hebben. Dan zou ze bij mij zijn weggegaan. Ze wist dat ik van haar hield. Dat ik direct met haar had willen trouwen. Ik zou nooit willen geloven dat er tussen haar en Roulette meer is geweest dan verliefdheid van zijn kant. Juist. Wat hebt u voor die koop betaald? 30 mark. Inclusief de patronen? Ja. Maar Janine wou hem niet hebben. Ze was bang voor dat ding. Ik heb hem voor de geladen. Er gingen 5 kogels in. Maar die andere 7 patronen zaten in dat doosje dat u op mijn kamer hebt gevonden. En toen heb ik hem neergelegd in de gang van de woonboot. Op een plank boven de kapstok. Wanneer? Dat was begin maart. Ja, begin maart van dit jaar. Ik heb tegen Janine gezegd dat zij die gevolgen moest nemen als ze door iemand lastiggevallen zou worden. Maar ik had hem zo neergelegd dat hij meteen voor het grijpen lag. Juist. Juffrouw Stras wist dus dat die revolver er lag. U wist dat ook. Wie kwamen er nog meer op die woonboot? Meneer Roulette en Jan Honke. Jan Honke is de man die daar een eind verderop woont. Hij had aan Juffrouw Stras een garage verhuurd. Ja. De eigenaar van die woonboot, u kent hem? Nee, alleen van naam. Kwam hij wel eens op dat schip? Dat weet ik niet. Keizer? Met Luimers, meneer Keizer. De rechercheurs van de 33 hebben zich gemeld. Ja? Meneer Roulette is vanmiddag voor zijn huis in Slotermeer in een taxi gestapt en weggereden richting Schiphol. In de omgeving van de hoofdvaart heeft hij blijkbaar een andere opdracht gegeven. Want voor de brug bij Leinde sloeg die taxi rechtsaf. Hij reed met grote snelheid in de richting van Nieuw-Vennep. Ja? De rechercheurs zijn er achteraan gegaan. In opdracht van de centrale hebben ze de taxi in de omgeving van Abbenes aangehouden. Meneer Roulette verklaarde toen dat hij op weg was naar het vliegveld 16-Hoven. Verdacht van moord op Janine Stras is hij gearresteerd en Amsterdam op transport gesteld. Hij kan om 2:30 hier zijn. Juist, bedankt. Meneer Eckhart, vanmorgen heb ik op uw kamer een foto van juffrouw Stras gezien. Dat was deze foto. Ja. Weet u voor wie juffrouw Stras achter op deze foto die liefdesverklaring heeft geschreven? Nee. Nee, ik heb me dat ook afgevraagd. Maar niet voor mij. Dat niet. Ik vermoed dat ze dit heeft gedaan voor... Ze heeft van de man gehouden die ik 1 keer heb gezien. Weet u de naam van die man? Nee. Waar hebt u hem gezien? Bij de woonboot. Wanneer? Eind november van het vorig jaar. Janine was op mijn bureau. Toen de telefoon overging, nam ze op. Het was voor haar. Ik hoorde haar zeggen... Dat is goed. Vanavond om 8:00. Ik heb niets gevraagd, maar... ik voelde dat ze was opgebeld door een man. Ja? 'S avonds ben ik naar de Amsterdijk gereden. Vlak bij de Utrechtse brug heb ik mijn wagen neergezet. Om 8:00 stopte er voor de woonboot een taxi. Daar stapte een man uit. Die man die was vrij lang en slank... En ik weet zeker dat hij niet heeft aangebeld, want Janine maakte de voordeur al open terwijl hij de chauffeur betaalde. En toen? Verder niets. Toen ben ik naar huis gereden. Tja. Dat wat Janine op die foto heeft geschreven, dat.
heeft ze voor hem gedaan. Dat voel ik. Nou, ze heeft meer afspraken hebben we nog gemaakt. Vroeger werkte ze ook op zondag. De laatste tijd deed ze dat ook. Maar van november tot begin april van dit jaar heeft ze dikwijls gezegd dat ze op een bepaalde zondag was verhinderd. Stelde u dan geen vraag? Nee. Nee. Ach, ik dacht, ze gaat met die man wel uit, maar... Ik wou de waarheid niet weten. Ja. Begin april zijn ze uit elkaar gegaan. Dat klopt ook met die kaas. Met welke kaas? Die ze voor hem kocht. Kijk, in de eerste week van november het vorig jaar moest de auto worden doorgesmeerd. Toen heb ik hem met mijn wagen naar huis gebracht. En onderweg vroeg ze me te stoppen voor een of andere supermarkt. Nou, dat deed ik. Ze gingen naar binnen. En toen kwam ze terug met twee pakjes Limburgse kaas. Romedoux, verpakt in zilverpapier. Ja? Ja, ik vergeet die dingen nooit. Ik zei nog tegen haar, ik zeg, hou je daarvan? Ze zei, nee, ik niet. En van die dag af, we kwamen nog wel eens bij haar om werk te bespreken. Van die dag af lagen er altijd wel één of meer van die pakjes in de keuken. Je kon het zo zien, want die keukendeur stond altijd open. Eind maart heb ik ze daar nog gezien. Maar in april niet meer. Juist. Dus u neemt aan dat je... Keizer? Met Stichter, meneer Keizer. Ik bel u op uit het kantoor van meester Poster Terbé. De secretaresse van meneer Terbé heeft gistermiddag om 3:15 het bureau internationaal opgebeld... om meneer Eckhart eraan te herinneren dat juffrouw Strass vandaag om 2:00 op het centraal station moest zijn... om er 2 journalisten af te halen. Juffrouw Zwart, zo heet die secretaresse, heeft gesproken met meneer Eckhart. Mooi, dat klopt. Als u het goed vindt, rij ik nu door naar de Verenigde Scheepsbedrijven, want meneer Postel... Nee, ga onmiddellijk terug naar de man waar je vanmiddag om 12:30 geweest bent. Naar Mursing? Ja. Probeer erachter te komen of hij met de juffrouw Strass een verhouding heeft gehad. Dat is heel goed mogelijk. Verder wil ik nauwkeurig weten waar hij gisteravond laat is geweest. Komt in orde, meneer Keizer. Hebt u de moordenaar? Dat is moeilijk te zeggen, meneer Kart. Bij deze zaak... Keizer? Met Luimers, meneer Keizer. Rechercheur Borstlap van afdeling 14 en meneer Honke zijn hier. Goed. Stuur een man naar de verhoorkamer om meneer Eckhart terug te brengen naar zijn cel. Ja, meneer. Ik ga daarmee met meneer Honke. Dit is Janine Strass, meneer Honke. Ja. U twijfelt niet? Nee. Het is juffrouw Strass. Hebt u haar goed gekend? Dat niet. Ik heb haar leren kennen toen ik aan de Amsteldijk kwam wonen. Wanneer was dat? Ruim een jaar geleden. Komt u maar mee. Dit staat dus vast, meneer Honke. U hebt geweten dat er in de gang van het woonschip een revolver lag. Ja, maar... Ik heb niet geweten dat die geladen was. Dat had juffrouw Strass ook niet gezegd. Had u met haar over die revolver gesproken? Heel even. Waarom? Ja, vroeger had hij hier niet gelegen. Ik kwam niet zo vaak bij haar. Maar een enkele keer, meestal alleen om in de keuken een fles gas aan te sluiten. Ja, dat woonschip kookte ze niet. Waarom eten deed ze in de stad? Daar moest er eens in de 5-6 weken zo'n fles worden aangesloten. Ja. Ja, op een keer was ik bij haar en toen zag ik daar die revolver liggen. Ik weet nog dat ik zei, bent u bang hier alleen? Toen zei ze, nee, dat ding heb ik hier zomaar neergelegd. Hebt u verder nog iets gevraagd? Nee, het was geen nieuwe revolver, dat had ik wel gezien. Dat is zeker een erfstuk van de familie. De ouders van juffrouw Strass zijn overleden? Ja. Heeft zij naar u weet verder nog familie? Nou, juffrouw Strass heeft één keer gesproken over een oom. Die man woont in het buitenland, ik geloof in Australië of zo. Juist. Ontving ze wel eens bezoek? Meneer Eckhart kwam er vaak. En dat is die man van het bureau internationaal. Ja, ja. Nou, meneer Eckhart heeft ook dikwijls de auto van juffrouw Strass bij mij in de garage gezet. En dan zeg ik, de auto van juffrouw Strass, maar die wagen was van meneer Eckhart. Ontving ze nog andere bezoekers? Nou, niet dat ik weet. Denkt u eens goed na. Ja. Hebt u ooit voor de woonboot van juffrouw Strass een auto zien staan? Niet die van haar natuurlijk en ook niet de rode Certina van meneer Eckhart. Nee.
Wel gisteravond, maar dat heb ik gezegd tegen de rechercheur. Om 11:45 stond er vlak voor de mascotte een grote zwarte wagen met op de voorbumper een schijnwerper. Ja, dat weet ik. Maar op vrijdag 26 augustus en een week later, op 2 september... heeft er voor de mascotte een rode sportwagen gestaan. Een auto met een zwart dak. Wie heeft dat gezegd? Hij heeft er gestaan. Ja. Beide keren in de middaguren. Het klopt. Waarom hebt u dat niet onmiddellijk gezegd? Omdat mijn vrouw gezegd heeft dat ik me er niet mee moest bemoeien. Maar u hebt wel verteld dat u gisteravond bij die woonboot een grote zwarte auto had zien staan. Ja, die had ik daar zien staan. Mijn vrouw niet. Ze was gisteravond bij de moeder in Heemstede. Ik heb ook gezegd dat ik die zwarte auto met grote snelheid in de richting van de brug heb zien wegrijden. Maar die rode sportwagen waar u het over hebt, heb ik niet gezien. Niet op 26 augustus en niet op 2 september. Met andere woorden, uw vrouw heeft u verteld dat zij die sportwagen daar twee keer had zien staan. Ja. Van wie was die wagen? Dat weet ik niet. Dus ik moet geloven dat uw vrouw alleen maar heeft gezegd... ik heb voor de woonboot van juffrouw Strass een rode sportwagen met een zwart dak gezien... en verder dat ze u heeft aangeraden dat niet tegen de politie te zeggen... omdat u zich niet met deze zaak moest bemoeien. Zo is het. Wanneer heeft uw vrouw u die raad gegeven? Straks, toen ze terugkwam uit Heemstede. Dat van die zwarte wagen met die schijnwerper had ik toen al tegen uw rechercheur gezegd. Ja, mijn vrouw kon niet begrijpen dat ik zo stom was geweest om zoiets te vertellen. We wonen namelijk erg afgelegen, dat zei ze. Wraak nemen is dus een werkje van niks. Keizer? Met Luim is mee, Keizer. Meneer Rolet is op het bureau. De identificatie is bezig met zijn vingerafdrukken. In orde. Is Visser op de afdeling? Ja, meneer Keizer. Dan laat hem daar wachten, hij krijgt instructies. Jawel, meneer Keizer. Ik weet nu wel genoeg, meneer Honker. U wordt bedankt voor de inlichtingen. Dus ik kan naar huis gaan? Ja. Wacht eens even, meneer Honker. Ja? Hoe komt u thuis? U hebt, dacht ik, geen auto. Nee, een auto heb ik niet. Ik neem de tram naar Zuid en dan de bus naar de rivierenbuurt en de rest loop ik. Goed, uitstekend. Nogmaals bedankt. Brigadier Luimers. Keizer. Stuur Visser ogenblikkelijk met de mobielefoon 21 naar de vrouw van Honk aan de Amsteldijk. Die vrouw heeft op vrijdag 26 augustus en op vrijdag 2 september... voor de woonboot van juffrouw Strass een rode sportwagen met een zwart dak gezien. Ja. Beide keren de middaguren. Mevrouw Honk heeft tegen haar man gezegd dat hij dit niet aan de politie moest vertellen. Ik wil weten waarom ze dat heeft gezegd. Ja, meneer Keizer. Zeg tegen Visser dat ik de indruk heb gekregen... dat mevrouw Honker de identiteit kent van de eigenaar van die wagen. Jawel, meneer Keizer. Eén moment. Ja? Oh, ik krijg net door dat Rolet naar de verhoorkamer wordt gebracht. In orde. Ik ga naar hem toe. Ik zie in dat er niets anders op zit dan mijn kaart op tafel te leggen. Inderdaad, meneer Rolet. Toen ik vanmiddag op weg was naar Schiphol... heb ik tegen de chauffeur van mijn taxi gezegd naar 16 te gaan. Ik had er een vermoeden van... dat u mij op Schiphol zou laten arresteren. Waarom had u dat vermoeden? Omdat... ik ben gisteravond aan de Amsteldijk geweest. Zo. Bij de woonboot van juffrouw Strass. Ja. Hoe laat bent u daar geweest? Om 11:45. Oh, juist. En wat hebt u daar gedaan? U moet wel van mij aannemen dat ik van mijn vrouw houd. En misschien is dit voor u onbegrijpelijk. Ik heb desondanks ook van Janine gehouden. Oh. Gistermorgen was Janine op mijn kantoor. Ze heeft toen gezegd dat ze misschien, dus tegen de wil van Otto Eckert in... toch met mij mee zou gaan naar Parijs. Heeft ze dat spontaan gezegd? Nee. U had één of meer keer aangedrongen? Ja. Juist. Gistermiddag heb ik dus gewacht op haar definitieve beslissing. Ik heb een paar maal haar woonboot opgebeld, maar ze nam niet op. Daarom heb ik gistermiddag om bij 6 voor alle zekerheid 2 plaatsen besproken... in het vliegtuig dat vanmiddag naar Parijs is vertrokken. Ja. Gisteravond, het was al 10 geweest, ik heb het u verteld... belde ik Janine opnieuw. Maar toen ze had opgenomen en ik gezegd had met wie ze sprak...
legde zij zonder iets te zeggen de horen neer. Bovendien, toen ze zei met Janine Stras, hoorde ik iets in haar stem dat me trof. Wat? Tja, ik kan dat moeilijk omschrijven. Janine was gelijkmatig van humeur, altijd. En als ik zeg haar stem klonk ontstemd, dan is dat niet waar. Eerder hoorde ik er iets in dat leek op verslagenheid. Hoe dan ook, ik heb daar in mijn kamer wat heen en weer gelopen. Toen ben ik in mijn wagen gestapt en naar de Amsterdijk gereden. Juist. En toen? Van nu af aan wordt alles voor u onbegrijpelijk. Voor mij is het dat ook. Althans, een deel. Ik heb mijn wagen neergezet voor het woonschip. Terwijl ik uitstapte, zag ik dat het gordijn voor het raam van de salonscheef naar beneden hing. Ik heb daarom niet aangebeld, maar liep onmiddellijk naar dat raam. Ik keek naar binnen en zag Janine op de vloer liggen. Ik begreep onmiddellijk dat ze dood was. Er zat bloed op haar duster. Ik gaf een schreeuw, althans dat denk ik, want ergens sloeg een hond aan. En ik rende naar de voordeur. Ik heb als een waanzinnige de knop van de voordeur heen en weer bewogen, tot het opeens tot me doordrong dat ik in een afschuwelijke positie verkeerde. Als iemand me daar zou hebben gezien, zou ik verdacht van moord gearresteerd zijn geworden. Alle omstandigheden had ik tegen. Ze zouden in mijn nadeel worden uitgelegd. Ja. Ja, op zulke momenten gaat alles bliksemsnel door je heen. Ik dacht aan mijn vrouw in Bremen, aan die vergadering van morgen in Montreuil. Nog hoe lang zou het niet duren voor de werkelijke moordenaar van Janine gearresteerd zou worden, als die man nooit zou worden gevonden? Omdat ik op de knop van de voordeur geen vingerafdrukken wilde achterlaten, heb ik die schoongevecht met mijn zakdoek. Toen ben ik in mijn wagen gestapt. Ik heb hem gekeerd en ben weggereden. Juist. Dat ik Janine daar heb moeten laten liggen, vond ik verschrikkelijk. Ik kan alleen maar zeggen dat... Een ogenblik. Keizer? Met Luimers, meneer Keizer. Ja? De technische dienst heeft in de auto van juffrouw Stras een groot aantal vingerafdrukken gevonden. Weet ik. Verschillende betrekkelijk oude afdrukken zijn van meneer Eckhart. Dat kan wel kloppen, want die heeft de wagen van juffrouw Stras meermalen in haar garage gezet. Hij heeft die wagen ook een aantal keren gebruikt. Ja. Maar verschillende andere afdrukken, volgens de technische dienst zijn deze niet ouder dan 1 of 2 dagen, zijn van meneer Roulette. Zo. Ja, ik dacht ik zal u maar even sturen. De afdrukken van meneer Roulette zijn gevonden op de buitenkant en op de binnenkant van het portier rechts. En daar vlakbij op het dashboard. Juist, bedankt. Meneer Roulette. Ja? Ik wil voor een ogenblik aannemen dat alles zich heeft toegedragen zoals u dat zojuist hebt verteld. Dat wilt u voor een ogenblik aannemen? Het is de waarheid. Hier beneden ben ik door de ambtenaren van uw technische dienst als een misdadiger gefotografeerd. Ze hebben afdrukken genomen van mijn vingers en mijn handpalmen. Ik heb gezegd dat ze daarmee moesten wachten tot ik een verklaring had afgelegd. Maar daar hebben ze zich niet aan gestoord. En nu ik eindelijk die verklaring had... Ogenblik. Keizer? Met stichter, meneer Keizer. Ik ben bij meneer Meursing geweest, de makelaar die eigenaar is van de woonboot van juffrouw Stras. Ja? Die man is met dat meisje verloofd geweest. Zo. Begin maart van dit jaar heeft zij die verloving verbroken, volgens hem zonder opgave van redenen. En kort daarop heeft hij op verzoek van juffrouw Stras haar foto's teruggestuurd. Juist. Maar meneer Meursing kan de moord niet gepleegd hebben. Hij heeft een waterdicht alibi. Gisteravond is hij namelijk van ongeveer 8 uur tot ver na middernacht in een restaurant de Leidse Straat geweest. Zijn vader vierde daar zijn 40-jarig jubileum als kassier van een bankinstelling. Ik ben in dat restaurant geweest. De eigenaar en verschillende kelners staan ervoor in dat de jonge meneer Meursing de zaak niet voor 1:15 heeft verlaten. Zo. Waar zit je nu? Op de afdeling, meneer Keijer. Goed, wacht daar op verdere instructies. U bent, als mijn informaties juist zijn, meermalen op de woonboot van juffrouw Stras geweest, meneer Roulette. Ja. Wanneer voor het laatst? Zondagmorgen. Dus 2 dagen geleden? Meneer Leroux van ons filiaal in Leuven was met zijn vrouw in Amsterdam. Dat weet u trouwens. Juffrouw Stras en ik waren 's morgens in hun hotel. We zouden met z'n vieren in de auto van Janine naar Utrecht gaan. Dat is inderdaad ook gebeurd. Maar toen we op de heenweg in de omgeving van de woonboot reden, wilde Janine thuis iets ophalen. Ze stopte daarom voor de mascotte en ik ben even mee naar binnen gegaan. U hebt zondagmorgen dus in de auto van juffrouw Stras gezeten. Waar? Voorin. De Leroux zat op de achterbank. Juist. Is u op die woonboot zondagmorgen iets bijzonders opgevallen? Iets bijzonders? Nee. Alles was er zoals altijd.
Vond u dat niet vreemd? Vreemd? Waarom? U wist toch dat juffrouw Strauss vandaag zou verhuizen? Dat ze vandaag zou verhuizen? Daar weet ik niets van, niets. Ik acht het ook ondenkbaar. Als we niet het plan gehad zouden hebben van die woonboot weg te gaan, dan zou ze me dat verteld hebben. Maar u had toch wel een voorstel gedaan. U had tegen haar gezegd dat ze bij u in dienst zou treden als haar patroon, meneer Eckhart, moeilijkheden zou maken indien zij tegen zijn wil in mee zou gaan naar Parijs. Dat heb ik gezegd, ja. Wanneer? Ik denk 4, hooguit 5 weken geleden. Ja? Met Luimers, meneer Keizer. Ik heb een mededeling van Visser. Hij staat met zijn mobielofoon op de Amsteldijk bij het huis van de familie Honke. Ja? Mevrouw Honke heeft verklaard dat zij een schoonzuster is van dokter Ebrand. Een internist van de kliniek van professor Pampen hier in Amsterdam. En die dokter Ebrand nou is de eigenaar van de rode sportwagen met een zwart dak die een paar maal voor de woonboot van juffrouw Strauss heeft gestaan. Juist. Mevrouw Honke heeft de man gevraagd niet met u over die sportwagen te praten. Ze wilde de zwager dokter Ebrand niet in moeilijkheden brengen. Waar woont die familie? In de flat Rozenhof. Aan de koningin Emmalaan, meneer Keizer. Stuur Stichter en Borstop er naartoe. Ze moeten er niets ondernemen, alleen wachten tot ik er ben. Is er een mobielefoonwagen beschikbaar? Jawel, meneer Keizer. En laat hem voorrijden. En stuur een man naar de verhoorkamer om meneer Rolette weg te brengen. Dit is de koningin Emmalaan. De kliniek van professor Pampen ligt hier achter, 2 straten verder. Ja, meneer Keizer. Jij rijdt door naar die kliniek. Jij gaat met de directeur praten. Zonder hem te veel te vertellen, vraag je toestemming. Ja, wacht eens. Je praat over een belangwekkend onderzoek. Over een moord, zonder naam te noemen. Ja, meneer Keizer. Dan vraag je of je in verband met het onderzoek in de telefooncentrale van zijn kliniek de binnenkomende en uitgaande gesprekken mag controleren. Als hij weigert, en dat doet hij, noem je mijn naam. En je zegt dat hij er mij persoonlijk een dienst mee bewijst. Ik ken hem. Goed, meneer Keizer. Ik neem aan dat hij je dan naar de centrale zal brengen en dat dokter Ebrand op dit uur in de kliniek aan het werk is. Je luistert alleen de gesprekken af die voor Ebrand binnenkomen. Borstlap, jij blijft hier staan. In orde, meneer Keizer. Ik ga met mevrouw Ebrand praten. Als alles goed gaat, zal zij zodra ik bij haar weg ben haar man opbellen. Jawel, meneer Keizer. Gisteravond was u dus bij uw moeder in Heemstede, mevrouw Ebrand. Ja. Was uw man ook in Heemstede? Nee. Ik vraag dat hierom. Ik stel een onderzoek in naar de achtergronden van een misdrijf dat gisteravond aan de Amsterdijk werd gepleegd. Een misdrijf? Ja. Bij mijn zuster? Nee, niet bij de familie Honke. Waar was uw man gisteravond? Mijn man was gisteren in zijn kliniek. De hele avond? Ja, de hele avond. Weet u misschien hoe laat uw man gisteravond is thuisgekomen? Nou, om 11:45. Hoe kunt u dat zo precies weten? U was toch in Heemstede? Mijn zuster is in Heemstede gebleven, ik niet. Ik ben gisteravond weer naar huis teruggegaan. Juist, ik begrijp het. Is het mogelijk dat uw man gisteren in de loop van de dag in Zandvoort is geweest? In Zandvoort? Ja. Misschien wilt u even weer teruggaan naar de voordeur. Ja. Kijk, op deze mat, daar ligt wat zand. Dat is me niet opgevallen. Hier. Zo met een blote oog durf ik te zeggen dat het duinzand is. Waar is uw man gistermiddag geweest? In zijn kliniek. Juist. Dan heb ik nog één vraag. Kent u deze knoop? We hebben hem gevonden aan de Amsteldijk. Die knoop kan gezeten hebben een jasje van ribfluweel. Mijn man draagt geen ribfluweel. Herkent u die knoop? Nee. Uw man is in de kliniek? Ja, ja. Hij, Dan dank ik u wel voor uw inlichting. Meneer Borstlap, u blijft daar bij die tramhalte wat heen en weer lopen. Jawel, meneer Keizer. Daarbij houdt u dat flatgebouw goed in het oog. De familie Ebrand woont op de eerste verdieping. Als mevrouw Ebrand de flat verlaat, moet u haar volgen. Het is mogelijk dat ze haar man niet opbelt, maar dat ze naar zijn kliniek gaat. Jawel, meneer Keizer. Het is een charmante vrouw, ongeveer 55 jaar. Slank postuur, lengte 1,70 meter, een donkerblond, iets grijzend haar. Komt in orde, meneer Keizer. Goed.
Dan ga ik met die dokter Ebon praten. Janine is vermoord? Ja, dokter Ebon. Wanneer? Gisteravond. Ik zou graag van u willen weten wat u gisteravond hebt gedaan. Ik was in de kliniek. Hier in deze kamer. De hele avond? Ja. Wanneer hebt u van Stas voor het laatst gezien? Gistermiddag. Gistermiddag ben ik naar haar in Zandvoort geweest. Wilt u mij zeggen waar Janine werd vermoord? Op haar woonboot. Hoe laat? Tussen 9:30 en 11:30. Tja. Wat wilt u weten? U kunt u mij zeggen of juffrouw Stras het voornemen heeft gehad vandaag op reis te gaan. Tja. Janine zou vandaag, vanmorgen om 9:15... ik zou hem met mijn wagen hebben afgehaald. Hij zou om 9:15 vertrokken zijn naar Genève. Met mij. We hadden het voornemen niet meer terug te komen. Juist. Niemand heeft dit geweten. Met uitzondering van mijn Genese directeur. Alleen tegen hem had ik gezegd dat ik over een paar weken op 1 oktober... als longspecialist verbonden zou worden aan een sanatorium daar in Zwitserland. Ik heb hem niet verteld dat ik er met Janine een nieuw leven zou beginnen. Ik begrijp wat ik kon doen. In februari van dit jaar heb ik Janine leren kennen op het vliegveld 16-Hoven. Ik was er met mijn vrouw. Ze houdt van de sportvliegerij. Janine was er ook met een zekere meneer Meursing. Deze meneer Meursing had mij en mijn vrouw die middag uitgenodigd met hem mee te rijden naar de woonboot van Janine. Wat hebben we gedaan? U voelde zich toen al tot het meisje aangetrokken. Laat ik u dit zeggen. Ik ben 49 jaar. Sinds 1951 ben ik werkzaam in deze kliniek. Ik ben getrouwd. Ik heb een zoon. Er is veel ermee omgegaan sinds ik Janine daar op het vliegveld heb leren kennen. Ook in haar. Ja. We verbrak een verloving met die meneer Meursing. Goed, ik had alles voor ons vertrek geregeld. Janine ook. Maar op het laatste moment besloot ik niet naar Zwitserland te gaan en met haar te breken. Ik heb dit besluit niet genomen om mijn vrouw, dat niet. Eerder om mijn zoon. Hij studeert. Voor arts? Ja. Gistermiddag heb ik Janine opgebeld. Even later heeft ze me hier aan de kliniek opgehaald met haar wagen. Die van mij stond thuis in de garage. We zijn naar Zandvoort gereden. We hebben er wat rondgelopen. We zijn ergens gaan zitten. Toen heb ik het haar verteld. Janine heeft me niets verweten. Ze heeft me hier teruggebracht naar de kliniek. Dat is alles wat ik u zeggen kan. Ik moet u nog één vraag stellen, dokter. Waar heeft uw auto gisteravond gestaan? U was hier. Ja. Mijn auto? Thuis, in de garage. Dan is alles duidelijk. Ik dank u voor uw inlichtingen, dokter. Nog nieuws, de Bosler? Jawel, meneer Keizer. Nog geen 20 minuten geleden kwam er uit het flatgebouw daar aan de overkant een dame, het was en dat weet ik authentiek, die dame die u beschreven had als de vrouw van dokter Ebrand. Die dame had een pakje in de handen. En dat pakje heeft ze gedeponeerd in een vuilnisbak aan de andere kant van het gebouw. Toen ging ze weer terug naar de eigen flat. Ik heb even later dat pakje uit die vuilnisbak weggehaald. Kijk, dit is het. Juist. Ik doe dit pakje in mijn tas en ik ga opnieuw met mevrouw Ebrand praten. De auto van uw man heeft gisteravond in de garage van het flatgebouw gestaan. U had de sleutels. Heeft mijn man gezegd dat ik de sleutels had? Nee, mevrouw Ebrand. Maar dat u ze in uw bezit had, staat vast.
U bent gisteravond teruggekomen uit Heemstede. Met de bedoeling Janine Strasse uit de weg te ruimen. Uit jaloezie. U bent met de wagen van uw man naar de Amsteldijk gereden. Op de woonboot brandde licht. U hebt aangebeld. Janine ging ervoor naar de salon. U hebt de revolver genomen die op de plank boven de kapstok lag. U hebt... Hoe wilt u dat bewijzen? Aan de achterkant van dit flatgebouw staat een vuilnisbak, mevrouw Ebrand. Vanmiddag om ongeveer 3:50 hebt u daarin iets gedeponeerd. Dit vest. Dit vest is van u. U hebt het gisteravond gedragen. Er ontbreekt één knoop. Hier. Ik zal u die knoop nogmaals laten zien. Doet u verder geen moeite, inspecteur. Het klopt. Alle hulde. U hebt geluisterd naar De Moord op de Woonboot, een oorspronkelijk luisterspel in 2 delen van Rolf Petersen. Vanmiddag hoorde u het 2e en laatste deel. De personen waren Rolet Robert Sobers, inspecteur Keizer Huip Orizant, brigadier Luimes Frans Somers, dokter Roux, politiearts Maarten Kaptein, Eckhart Jan Borkus, Honke Han Keunig, brigadier Stichter Hans Karsenbaar, mevrouw Ebrand Tine Medema, dokter Ebrand Tom van Beek, rechercheur Borstlap Harry Emmelot. De regie had Leon Povel.